Het is tweede paasdag. Het is 1 april en het is geen grapje. We gaan beginnen aan de vijfde editie van een geweldige klassieker hier in de regio. De Altena Biesbosch-ronde met nationale en ook internationale mensen die vandaag aan de start staan. Denen, Noren, alles erop en eraan die voor een dikke 180 kilometer hier gaan koersen. We gaan zien wat het vandaag in deze bittere kou, in deze winderige omstandigheden allemaal gaat brengen. Ik zou zeggen, kijk en geniet mee. De totale wedstrijdafstand van 187 kilometer. Bij de eerste passage startfinish na 30 kilometer hebben wij een tussensprint met een mooie horloge als prijs. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van de Stichting Wielerenvrienden Werkendam in samenwerking met RC Jan van Arkel. Het tweede gedeelte op 2 minuten 10 seconden van de 12 leiders. Attention followers, in a few moments we enter the...
Roel, stop hier maar even bij mij. Roel, links, dankjewel. Zijn nog altijd op 2 minuten achter de 12 leiders. En op 2 minuten en 5 seconden de vierde groep in de wedstrijd op dit moment. Ik heb gevraagd bij een renner in de kopgroep. Come on!
als het hard is onder de wieltjes. In Werkendam, dan kan ik het ook. Dan kan ik het ook, want dan wil ik het applaus horen. Het applaus van de mensen in Werkendam. Want dit is de winnaar van de vijfde alternatief Bosbonde. Hier is de man van Pakendel Valkenburg. Hier is onze Komens. Komens Herres. Ja, wat een vreugde kreeg. Zo zie ik het graag. We gaan eens kijken voor de strijd om de tweede en de derde plaats. Want ik heb niet zoveel podiumplaats meer met Van der Zwet, met de Greep, met de Stroot, met Kasteleijzen, met de Vermeulen. Dat zijn de mannen die moeten maken. Dat zijn de mannen die het doen. Zo, Hoshinoki, chef Vermeulen, is of een beetje boos of blijft in de tweede plaats. Ik ga hem straks vragen. Finale. Hier een van de mannen van Wiel. En we weten hoe het allemaal zit. Wat een man die heeft gestreden, die rollen te greep. Rens de Stroet is de man op de derde plaats. We gaan ze hier allemaal begroeten. Allemaal gaan we ze hier begroeten. Goed gestreden. Alles gegeven. Stefan Boutsen is de man die hier namens deze groep als eerste over de steek komt. En Timon! Iedereen komt hier zo meteen over de steek. Nog één klein groepje onderweg. Totaal 31 man die hier finishen. Een complete veldslag heeft zich afgespeeld op en rondom Werkendam vandaag in deze vijfde alternatief. Wat een geweldige vreugdekreet was dat! Ja, maar ja, als je zo'n koers wint, dat is natuurlijk ook super mooi, hè? Ja, je had een hele sterke kopgroep om je heen en dan denk je, hoe moet ik dat nou toch aan gaan pakken? Ja, zeker weten. Ik zat met eentje en de andere mannen waren toch met wat meer. Dus het voordeel was natuurlijk dat we daar de weg bleven, anders was dat misschien niet gelukt. Maar om het dan zo af te maken, dat was maar de vraag of het ging lukken. Maar gelukkig wel. Ik heb het met de rest van de mannen op het podium ook al over gehad. Een relatief kleine groep die maximaal moest blijven rijden om weg te blijven. Om niet in de greep te komen van die achtervolgende groep, waar ook heel veel groeien in zaten. Ja, zeker. Van de vroegleider zaten achter onze groep bijvoorbeeld een aantal renners van ons nog wel. Dus ze hadden natuurlijk op zich op mij even terug mogen komen, maar de andere man hield het tempo hoog en moest ik het toch met deze groep doen. Dit is een mooie tweede paasdag voor komende rijders. Absoluut, zeker weten. 1, 2 en 3. Steken nogmaals de bloemen in de lucht. Omhelzen elkaar, gebroederlijk en zusterlijk. 1, 2 en 3. Komens Herreigers, chef Vermeulen en Rens de Stroot. Dat is het podium van de vijfde editie van de Altena Biesbosch-ronde. Ik sluit af met de Brabantse houdoe. En dat je bedankt bent, dat weten. Tot de volgende editie.